Naar een nieuw video. Misschien hebben jullie wel in mijn Q&A video gezien dat ik heel erg van muziek hou. Ik heb altijd oordopjes in en om niemand tot last te zijn, maar het enige nadeel daarvan vind ik dat ze zo saai zijn. Dus daar heb ik iets op bedacht. Graag presenteer ik je de Donut Oordop. Ik vind het zelf super vrolijk, maar voor de goede orde, de donut is de buitenkant van de oordopjes, dus deze steek je niet in je oor. Ik laat je nu zien hoe jij deze donut oordoppen ook kunt maken. Wat heb je nodig? Als eerst Fimo klei. Dit is zachte klei, het zit in zulke pakketjes en als je het in de oven bakt, dan wordt ze hard. Verder heb ik een dotting tool om het gaatje van de donut mee te maken en een mesje. Zoals je ziet heb ik heel veel kleuren klei, maar jij hoeft deze kleuren niet allemaal te kopen. Wat sowieso wel nodig is om de donutkleur mee te mengen is een soort bruinachtige kleur en beige. En dan is het nog wel leuk om twee andere kleurtjes erbij te kopen. Ik heb een stukje beige en bruin klei gepakt en dat ga ik nu met elkaar mengen tot het een mooie donutkleur wordt. Ik heb er nog een beetje beige bij gedaan voor een iets lichtere kleur. Als je het een mooie donutkleur vindt, dan pak je er een stukje af en dan meet je het als een bolletje die op je oordopje past. Dit vind ik wel een mooi formaat. En nu ga je even met je vingers een beetje langs de zijkantjes en een beetje platter maken, zodat het meer op een donutvorm lijkt. Nu maak je bijvoorbeeld met een dotting tool een gat in het midden. We gaan nu het glazuur maken en ik heb daarvoor het kleurtje geel gekozen. Daar maak je nu een balletje van en nu rol je plat. Ik heb daarvoor even een dotting tool gepakt. Ik maak er een heel dun lapje van en ik snij er nu een klein lapje van af, omdat hij is nu al erg groot. Ik heb het lapje even wat ronder gemaakt en nu leg je het lapje over de donut heen. En hij moet iets groter zijn dan de donut. En nu pak ik weer mijn dotting toe en voel ik een beetje waar het gaatje is. En prik ik daar ook een gaatje. Nu vouw ik het glazuur van de donut, dus zeg maar het lapje, om de donut heen. Nu maak je de sprinkles erop. Ik heb gekozen voor deze drie kleuren. En wat je doet is je rolt eerst hele dunne rolletjes. Het is al belangrijk dat het heel erg dun is, want het is maar een klein donutje. Dit is wel dun genoeg en nu ga ik kleine hagelslagjes snijden en die op de donut doen. En zo doe je dat bij ze allemaal.
En nu doe ik de laatste sprinkle op de donut. En dan is deze donut klaar. Nou, is dat geen schattig donutje? Zeg maar zelf. Zo kan je dus allerlei varianten maken. En ik heb er nog twee gemaakt en die heb ik op een ring geplakt. En deze is eigenlijk hetzelfde als die, maar dan in andere kleurtjes. En deze is een chocoladeglazuur en met witte streepjes erop. En dat heb ik met wit gedaan dus. Maar ik kwam erachter dat het wit effect is. Dus het is een beetje doorzichtig uitgepakt. Maar deze doe je gewoon met een bruin lapje en dan met witte streepjes. Zo, deze donutjes zijn klaar om in de oven te gaan en te gaan bakken. Deze heb ik op een andere dag gemaakt en die zijn al hard, hoor maar. De donutjes zijn uit de oven en ze zijn nu hard, hoor maar. En nu ga ik jullie uitleggen hoe je ze aan de oordopjes vastplakt. Deze stap is super makkelijk. Je pakt een klodder goede lijm en die smeer je op de donut. Doe je een beetje van op de donut. En dan plak je die op de oordopjes en houd het dan even vast. Een paar tellen. Deze is klaar, dus ik leg deze even aan de kant zodat die goed uit kan harden. En dan ga ik alvast bezig met de volgende. Wat muziek erop luisteren en even genieten van mijn splinter-originele oordopjes. Ik ga luisteren naar een stuk muziek op SoundCloud van mijn broer. Als je dat ook wilt, dan moet je onder in de beschrijving kijken voor zijn account. Vond, vergeet dan niet om een hele dikke duim omhoog te doen en even te abonneren. Doei doei!